Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Eden Star. We beginnen vandaag met een let's play van Eden Star. Er komen vrij frequent updates uit voor dit spel. Oftewel, we kunnen best een let's play hiervan beginnen. Even zien. Ja, we gaan geen hardcore doen. Ferris 7 is de planeet waar we op landen, blijkbaar. Maar we gaan wel gewoon standaard spelen, zodat we op zijn minst onze base kunnen opbouwen aan het begin van de nacht. Je hebt je base nodig, je Eden Kit, om te kunnen ademen 's nachts, want de lucht is vergiftigd. Kijk, daar zijn we dan. Voor degenen die mijn aflevering 0 hebben gezien, mijn intro aflevering, die kunnen dit herkennen. Kijk, daar komt onze Eden Kit. Start neer op deze planeet en die moeten we gaan ophalen om onze base te bouwen. Hiermee zijn we net geland. Fantastisch apparaatje. Zo, we gaan rennen richting onze Eden Kit. Hopen dat we niet al te veel monster spawners tegenkomen, want ik heb al een plekje bedacht waar ik hem wil neerzetten. Zo heel af en toe zijn er wat framerate lags. Kan natuurlijk gebeuren, het is nog een alpha game. Ik heb ook alle graphics op ultra. Als het te veel gaat storen, zet ik de graphics gewoon ietsje terug. Eden Kit is in ons bezit, fantastisch. En dit is fantastisch, we hebben Tennel. Een Tennel is waar je basismaterialen die je krijgt van gemaakt is. Je hebt Tennel Foundation om zeg maar de fundering te bouwen voor je base. Maar je hebt ook Tennel muren. We gaan ook Tennel blocks verzamelen, dat soort dingen. Noem het allemaal maar op. Oeh. Kijk, deze vogels, die zijn dus nieuw in het spel en die zijn zeer vervelend. Die komen op je af en ik weet nou nog steeds niet of ze vijandig zijn of niet. Maar ze komen wel telkens op je af en ze maken hele irritante geluiden. Goed, we pakken in ieder geval eventjes wat van dit spul op. Voor de mensen die dit voor het allereerst zien, welkom bij Eden Star. Eden Star is een survival slash craft game. Een beetje zoals Minecraft. In het feit van, je kan een base bouwen, je kan materialen verzamelen. Je hebt een paar tools die je kan maken, je kan upgrades voor je tools maken. Dat soort dingen, dat is allemaal vrij vanzelfsprekend. En het is ook zo dat 's nachts, in dit geval met ongeveer 6 minuten en 10 seconden, zoals je helemaal boven in beeld kan zien, net onder het kompas, dan komen er monsters. En die monsters die kunnen overdag ook komen. Oh kijk, daar staat een spawner. Toch wel, een beetje te dichtbij. Hup, kunnen we die vogel niet even... Bam, hoppakee. Zo tegen die boom aan. En deze boom, we hebben toch wat bomen nodig, uiteindelijk. Hoppa. Zo, mag jij alsjeblieft dood zijn? Ik hoop het wel. Doei. Ik vind jullie zeer vervelend, vliegende vogeltjes. Zo, we pakken eventjes al dit hout op. Ofthans, dit protonite en fiber, want dat gaan we ook nodig hebben voor upgrades. Wat we eerst gaan doen is, we gaan onze base bouwen en we gaan de allereerste nacht gaan we gewoon uitzitten. We gaan de allereerste nacht gaan we gewoon verdedigen. En dat is nog wel pittig. Dat is niet aan te raden voor degenen die van zwak hart zijn. Wat we nodig hebben is, nu we toch deze base hier hebben, laten we deze kapot maken. Lijkt me zeker geen slecht idee. Zo, je kunt gewoon tegen de base aanschieten met je standaard pistool. En dan krijg je resources. Als je het kapot hebt gemaakt. Wat je ook kan doen is, je kunt deze monsters oppakken, weggooien en ook tegen elkaar aansmijten. Zo, jij mag die kant op, jij mag daarheen. Zo, en jij hebt het ook nog overleefd, dus jij mag nog een keer vliegen. Zo, kijk eens aan. Als je zo'n beest kapot hebt, zo'n spawner, dan zit daar Teslinium onder. En Teslinium heb je nodig om te kunnen respawnen. Dus dat is eventjes het euveltje. Zo, knal, knal, knal. Dat is hem. Dat is de base kapot. Heeft ons gelijk van al ons ammo beroofd. Maar dat is even niet anders. Zo, jullie mogen een eindje vliegen. Jij mag daar naartoe. Jij mag daar naartoe. En dat was het. Goed. Dit is de base die kapot is gegaan. Hier ligt een blok Teslinium. Daar kun je een paar Teslinium van krijgen. Je hebt 20% kans per blokje dat je breekt. Volgens mij hadden we er eentje. Nou, het is niet veel. Maar het gaat ons wel helpen in het begin. Fantastisch. We hebben hier ook Bridgmanite. We hebben hierboven hebben we nog meer Teslinium. Geen Teslinium. Dat is van spawners. Tennel. Tennel is de term die ik zocht. En Tennel is dus, zoals ik zei, waar onze standaardbasis van gemaakt is. Dat is zeer handig om te hebben.
Goed, laten we hier even vlug wat van maken. Oh. Wegwezen. Hoppa. Jij mag ook mee. Zo, één groot feest hier. Die verdraaide vliegende kippen. Echt waar. Elk spel. Ik heb een hekel aan kippen in elk spel. Zij het nou Banished of zij het nou dit spel, Eden Star. Kippen zijn gewoon mijn grootste vijand. Wat we allereerst trouwens willen, nadat we onze base geüpgrade hebben en gemaakt hebben überhaupt, is dat wij een soort van upgrade doen. Niet een soort van, maar gewoon een upgrade van onze boor. Want we kunnen nu wel dingen uit de grond trekken, leuk en aardig. Maar Vortex Drills zorgt er wel voor dat we dit 10 keer sneller kunnen doen. Of nou ja, 2 keer sneller. Niet overdrijven nu. Zo, kijk eens aan. Hoppa, resources. Hupsakee. Dit hebben we nu maar binnen, dat scheelt. Niet meer van deze rots, nee, oké. Gaan we heel gauw onze base bouwen, want we hebben nog een minuutje of zo. Het is handig om het op het hoogste punt in de omgeving te bouwen. En dan tenminste een hoog egaal punt. En dan vanaf daar naar beneden werken. Dus als we hier onze Eden Kids neerzetten, bovenop dit heuveltje, prachtig. Dat ziet er goed uit. We hebben foundation, check. Zo. Huppa, huppa. Dit kunnen we hier omheen bouwen. Zo. Ik ga niet uitleggen wat elke knop doet en hoe ik bepaalde dingen kan bouwen. Want er zit een hele goede uitgebreide tutorial zit in dit spel. We kunnen nu naar primitives en foundation om nog een extra blok van tunnel foundation te maken. Want we komen er eentje tekort zoals je zag. Die kunnen we dan hier plaatsen, zo. Dan hebben we in ieder geval een platform. Het is bijna nightfall, dus het wordt ook tijd om onze autoturrets even neer te zetten. Die willen we hier en hier. Uiteindelijk willen we daar en daar ook nog eentje. We moeten één uitgang maken van onze base. Het hoeft in het begin niet. We kunnen hier gewoon een muur omheen bouwen. Lijkt me ook zeker geen slecht idee om dat te gaan doen. Een muur, want dit is niet heel erg veilig. Die standaard schorpioenen die we net hebben aangepakt, die kunnen hier overheen springen, die kunnen hier opkomen. Dus er moet sowieso een muurtje omheen om het hun iets moeilijker te maken. Zo, kijk, kijk, kijk. En de turrets die zullen ons beschermen voor wezens van bovenaf. Deze panels, zo. Oh, het is al bijna nightfall, dus we pakken nog even vlug wat energy. Onze energy is vol, fantastisch. Nou, kunnen we hier ooit wel een keer een royal entrance van maken? Voor nu is het bijna nacht, dus gaan we gewoon afwachten. Er komen straks monsters op ons af, want monsters zijn ontzettend jaloers op het feit dat wij ergens een lichtgevende bron hebben neergezet die energie aftapt van hun wereld. Dus monsters die komen hier straks met man en macht op af. Even zien, primitives. Laten we eens even kijken naar... utilities. Dat is een Eden Kit. Dat is te duur voor ons op dit moment. We kunnen dingen opslaan overigens in onze Eden Kit. We hebben nu wat Teslinium hierin. We doen onze nieuwe Teslinium hier ook in. Fiber kunnen we bij ons houden. Protonite kunnen we in principe ook bij ons houden. Tunnel al helemaal. We hebben nog Micro Disruptor Cells, ofwel kogels. Ik denk dat we wel eventjes wel even goed zitten. We hebben niet heel veel kogels meer. We hebben nog 13 kogels in totaal. Daar komt onze eerste genodigde gast. Kijk. En daar komt nummer 2. Daar is nog wat tunnel bovenop. Zoals je kan zien aan de groene gloei. De groene gloed van het gesteente. Hij doet niks op dit moment. Dat is zeer verdacht. Een nacht duurt hier maar 4 minuten. Maar dat is meer dan lang genoeg. Je kunt ook die rode strepen zien. Dat is dus waar enemy bases zitten. Er zit hier eentje aan de andere kant van de berg. Die moet ook heel snel, heel binnenkort kapot gemaakt worden. Consumables, we kunnen wat micro disruptor cells maken. We hebben tunnel genoeg. Create. Hebben we even wat meer kogels. Het lijkt me zeker geen slecht idee om wat meer kogels te hebben. Wij willen eigenlijk ook een rifle bouwen, maar daar hebben we wat meer... even zien. Ja, we hebben 100 tunnel nodig. En dat hebben we niet om de rifle te bouwen. Wellicht iets voor de nabije toekomst. Voor nu, het is eigenlijk eventjes een beetje uitzitten, een beetje naar. Want zodra we hier buiten stappen, dan gaan we langzaam maar zeker dood. Oh, en er komen monsters aan. Hallo meneer de monster. Hoppa. We hebben ook een light, dat kun je activeren met L, zoals je net in beeld zag staan. Maar
als je al die prompts mist en als je denkt van hoe doe ik wat, de tutorial is echt heel erg uitgebreid. Jij mag eventjes een mooi eentje opflikkeren, zo tegen die boom aan. Deze staan gelukkig stil en ik wil het eigenlijk zo houden. Ik wil ze niet uit de tent lokken. Onze turrets aan de binnenkant die zullen ervoor zorgen dat onze Eden Star veilig is. Hieromheen gaan we nog een randje foundation bouwen, misschien zelfs twee. En daar kunnen we dan energy pillars en dat soort dingen in steken. Voor nu is het eigenlijk gewoon simpel, plant dit vol met turrets. Zodat beesten die van boven komen geen kans hebben. En de beesten die niet van boven komen, die kun je langzaam maar zeker, kun je die heus wel een leuke tik geven. Eden Kid in Danger, hallo. Jij bent echt vervelend, zo. Kan ik hem ook kapot blasten? Ik weet niet of ik dat kan. Volgens mij doet dit niet heel veel schade. Dit wel, zo. Energy kun je weer oppakken door planten te vernietigen. Het is een vrij simpel concept. Oh, hallo. Jij, daar naartoe. En nu uit de lucht schieten. Zo, dat was een beetje vreemd. Beetje vreemd, maar wel lekker. Zo, check. Het is bijna daybreak, nog een minuutje. We hoeven nog maar heel even vol te houden. En dan gaan we op een laatste scavenger hunt naar Tennel. En ook Brickmanite. Brickmanite is steensoort. En die steensoort die komt in deze omgeving ook heel veel voor. In de begin area is Tennel en Brickmanite gewoon echt fantastisch. Hallo, wat doe jij hier? Wegwezen. Dit was niet de afspraak. Ik ben blij dat die zwevende monsters gewoon een beetje op afstand blijven. Want die zijn echt rete vervelend. Eden Kid in Danger, daar heb je hem weer. Als je hem eerst naar beneden beukt en dan omhoog schiet. Kost wat meer energy, maar doet wel veel meer schade. Jij bent er weer. Jij mag weg nu. Zo, was hier nog iets? Heb ik iets gemist? Behalve dat die is gaan vliegen. Nee, niet echt. Oké. Nou, het is bijna daybreak, dus volgens mij is de lucht niet meer zo toxic. Het is nog een beetje toxic. Ons armor gaat langzaam kapot. Ja, je mag echt wel even wegwezen. Hier kan ons armor herstellen als we stilstaan binnen onze base. Volgens mij kan armor ook buiten je base herstellen, maar ik weet niet precies hoe. Waarschijnlijk ook gewoon door tijd. Zo. Het is in ieder geval weer dag. Nightfall is voorbij. Nu wordt het tijd om dingen te gaan verzamelen. Even kijken trouwens hoor, waar zit toch in vredesnaam die spawner? Ja, die zit hier denk ik hè. Ja, dat zal inderdaad wel. Hier is wat Brickmanite. Nee, hier zit geen spawner of wel? Oh ja, dat is een spawner denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Oké, doei. Die grote zwevende monsters die lijken op Sentinels uit The Matrix. Die zijn, nou, zijn niet zozeer heel gevaarlijk, maar wel heel vervelend. Hoppa. En vooral omdat ze ook kunnen schieten. Dat maakt het zeker extra vervelend. Oh kijk, als ze ontploffen bij hun base, dat is heel mooi meegenomen, dan krijgt hun base gelijk schade. Laten we deze gewoon eventjes lekker verrot schieten met de kogels die we hebben. Hup. Waar ben je? Hier. Jij mag ook wel eventjes... Hoppa. We hebben hier nog een unfriendly boven ons vliegen, zoals je kon zien aan het pijltje. Kom op. Ja, mooi. Jij mag even klappen. Huppa, zo. Iedereen krijgt klapjes. Ik krijg de Teslinium. Vind ik niet verkeerd. Vind ik een goede deal. Zo. Teslinium, probeer zoveel mogelijk op te pakken hier, want het kan wel eens door de wereld glitchen. Volgens mij hebben we er wederom maar één. Oh, hier is ook nog wat. Nou, we hebben er maar één van gekregen. Ziet heel veel, beetje jammer dit, maar vooruit. Oh. Dat ging bijna mis, maar volgens mij deed ik gewoon parcours. Hier is in ieder geval heel veel Brickmanite. En Brickmanite is een steensoort. En steensoort heb je nodig voor. Kun je ook gebruiken voor foundation, dat soort dingen. Maar volgens mij ook als standaard bouwmateriaal voor bepaalde upgrades. Noem het allemaal maar op. Dit gaat in ieder geval lekker. Wat we allereerst willen doen is dus die vortex drills. En we willen eventjes wat. Extra foundation maken. Zodat we onze base verder kunnen uitbreiden. Beetje Brickmanite is zeker niet verkeerd om te hebben. Zoals jullie daar kunnen zien. Die heuveltjes daar, dat is ceramic.
Dat zijn... ja, dat is ook een unieke steensoort. Kun je ook weer leuke dingen mee doen. En het is eigenlijk gewoon zo. Des te meer dingen je verzamelt, des te meer dingen je kunt unlocken. Dus laat in het begin niks liggen. Ik ben dan een paar bomen voorbij gelopen. Maar bomen die zijn er echt in overvloed. Als je echt bomen nodig hebt, vlak bij onze base. En ook vlak bij het begin van het spel. Dat is een bos. Dus dat is altijd handig. Een bos in de omgeving. Zo, nou dat is de meeste Brickmanite wel in orde. Hierboven was nog wat tunnel. Dat wil ik hebben. Deze boom moet ook maar eens eventjes gefixt worden. Zo, geen zwevende boomtoppen à la Minecraft. Dat doen we niet aan. Zo, en wat is dit? Dit is ook zo'n zwever. Ik vind het wel cool dat je zeg maar dat timber mechanic hebt. En daarmee... Oeh, hallo. Kutkip. Het timber mechanic, oftewel als je een boom omhakt bij de basis, dan valt hij ook daadwerkelijk om. En dat vind ik echt heel cool. Huppa, zo. En als je later een veel betere drill hebt, dan zul je ook zien dat je gewoon dingen kunt breken en kapot maken terwijl ze vallen. En dan ziet er echt heel erg indrukwekkend uit. Hier is in ieder geval nog wat tunnel. Dat willen we allemaal hebben, al die tunnel. En dan gaan we onze base iets uitbreiden voordat we deze aflevering afsluiten. Ik denk dat we de aflevering gaan afsluiten bij de eerstvolgende nacht. Zo, hier is... Hier zijn nog wat dingen waar je oneindig Teslam Energy uit kan vinden. Dus dat is eigenlijk een beetje overpowered. Maar sowieso, energy, je gebruikt het eigenlijk niet zo heel veel. Ja, behalve om vijanden een knal te verkopen. Maar dat is eigenlijk nog heel zwak. En er zijn betere upgrades. Ik weet niet hoe die upgrades omgaan met energie, met Tunnel Energy. Teslam Energy. Maar je moet wel flink wat woorden onthouden als je in het spel begint. Want je hebt Tunnel, is een mineraal. Dan heb je Teslinium, dat is ook een mineraal. En dan heb je nog Teslam. En Teslam, dat is dus gewoon de energie van de wereld. Goed, daar is onze base. We gaan even terug. We gaan wat foundations bouwen. Zodra je dicht bij je base staat, kun je dit soort primitives. En dan kun je foundation, tunnel, zo, craft max. Dat zijn 13 stuks. Daar kunnen we een heel mooi eind mee vooruit. We willen 13 van deze foundations toevoegen aan de base. Zo. En ook lekker hoog worden ze. Kijk, daar kunnen monsters moeilijker bij. Zo. Hupsakee. We hebben nog meer nodig, zie ik. Nou, dat is op zich geen probleem. We kunnen natuurlijk hier een ramp maken in plaats van... Even kijken. Primitive ramp. Een tunnel ramp, oké. Fiber ramps kun je ook maken. Je kunt ook Bridgmanite ramps maken. Maar ik vind tunnel heel mooi, want dat is metaal. Ironite hetzelfde. Je kunt eigenlijk van alle soorten dingen kun je base maken. Alleen het ene, dat zal wat... kijk, dit is bijvoorbeeld force resistance min 10%. Maar wel heat resistance en piercing resistance. En even kijken. Kijk, Ironite is dan weer heel erg force resistant. Maar niet heat resistant. Dus... op die manier kun je dus inderdaad bepaalde... bepaalde properties kun je toevoegen aan je base. Waar wij naar op zoek zijn, zijn eventjes wat bomen. Gewoon om eventjes de tijd wat te verdoen. En we hebben nog meer tunnel nodig. Maar tunnel kunnen we in de wijde omgeving even niet vinden. Dus ja, dan trekken we maar wat bomen omver. Zo, dit duurt wel iets langer, omdat het een veel bredere boom is. Maar kijk, ook deze... ook deze zal langzaam maar zeker uit elkaar vallen. En zo kunnen we al die dingen mooi meenemen. Hupsakee, levert u maar in. Zo, de energie plukken we er even af, maar we zitten toch wel vol. Hoppa, jij mag mee, jullie mogen ook mee. Hier, fantastisch. Zo, beetje fiber, beetje protonite. Dit ziet er gewoon goed uit, dit gaat de goede kant op. Hupsakee, kijk eens aan. Dit gaat zeker de goede kant op. Willen wij onze base nog wat uitbreiden qua die bubbel? Ja, we kunnen die bubbel uitbreiden. Dat doen we via hier. Als je nu op een materiaal klikt, bijvoorbeeld fiber, en je doet convert, dan zul je zien wat je ervoor terugkrijgt. Als we deze op max zetten... Oh, dat is nog best wat. Laten we dat converten in energie. We zijn nog steeds shield level 1. Als we deze ook nog toevoegen. Continue, nog steeds shield level 1.
Protonite kunnen we ook wel omzetten. Van mijn part, convert. Bam. Nog steeds shield level 1. Ja, Teslinium kun je ook converten. En dat is echt heel sterk. Daar hebben we alleen niet heel veel van. Kunnen we deze panels converten? Nee, cannot be converted. En deze waarschijnlijk ook niet. Nee, dan hebben we echt meer materiaal nodig. Dus ja, ik zal wel eventjes gaan mijnen dan. We hebben nog 8 minuten dag. Dus laten we gewoon lekker wat protonite hier uit de grond trekken. En ons shield level wat uitbreiden. Dat zorgt ervoor dat wij beter beschermd zijn. Want we hebben meer gebied waar we in kunnen rondlopen en verdedigen. Maar we kunnen ook meer energie gebruiken voor extra turrets en dat soort dingen. Dus het is zeker geen verkeerd iets om je Eden Kit uit te breiden. Er zijn heel veel upgrades en upgrade-achtige mechanismes in dit spel. Dat maakt het echt heel erg leuk om te blijven verzamelen. Want alles wat je verzamelt kun je gebruiken. Zo, kijk eens aan. Oh ja, de Vortex Trails. Dat is een van de eerste dingen die ik wilde toevoegen. Dan is het wel even handig om te weten wat ik daarvoor nodig heb. Dus laten we even teruggaan. Zo, rennen. Wat heb ik nodig voor... Oh, cannot open menu. Oh, hier wel. Mooi. RMD modules. Nee, niet die. Consumables. Nee. Bij deze is het. Lol. Energy harness. Upgrade. Vortex drills is ironite, protonite en teslinium. Nou, ironite kun je herkennen aan dat het een gigantische stekel is die boven een berg staat, zoals die. We hebben nog 7 minuten. Ik denk dat ik dat wel red. Zo, laten we daar naartoe gaan. Er zijn heel veel plekken waar je bepaalde dingen kan vinden. De map is elke keer hetzelfde met uitzondering van monster spawners. Dus als je een leuk plekje hebt gevonden waar je veel dingen kunt halen, onthoud dat plekje. Want je zult het later kunnen gebruiken. Zo, hier langs en hier langs. En is dit ook Tennel? Nee, dat is Cerulean. Cerulean is ook wel handig om wat van te hebben, want dat heb je nodig voor speciale upgrades. En zo kun je eigenlijk alles wel oppakken wat je tegenkomt. Cerulean is in ieder geval niet onhandig. Maar we hebben Ironite nodig voor de eerstvolgende upgrade. En hallo, kutkip. Flikker even op. We hebben in ieder geval Ironite nodig voor de eerstvolgende upgrade van de Vortex Trails. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt in dit spel. Jij wegwezen. Tjongejonge. Ik weet nog steeds niet of ze vriendelijk zijn of niet, maar ik mag ze gewoon niet rotkippen. Daar staat trouwens rechts in beeld onze pod waarmee we geland zijn. Dus dit is vlak bij de spawn en daar kun je dus van die Ironite stekels vinden. Even kijken. Ja, dit gaat de goede kant op. Cerulean. We hebben nog een minuut of 5. Kijk, dat zal dus ook... elke keer als je een upgrade doet aan je gear, dan zul je dus ook merken dat je meer dingen kunt ophalen tijdens een dagdeel. En dat is wel zeker weten de moeite waard. Daar was nog Cerulean. Daar, ja. Hier nog en hier nog. Er komen zulke rotsblokken uit de grond springen. Maar goed, vooruit. Het is niet mijn spel. Kijk, die stekels, die moeten we hebben. Dus laten we hier de berg beklimmen. Hopen dat hier geen monster spawner zit. Dat zal wel heel erg vervelend zijn nu. Het parcoursgedeelte in het spel vind ik ook fantastisch gedaan. Kijk, daar is een stekel die we kunnen gebruiken. Daar kunnen we ook makkelijk bij. Wat we eerst willen doen is... Oh, het is nogal ver weg. Wat we eerst willen doen is we willen gewoon dit gedeelte afbrokkelen. En dan hopen... Dat we hem zodanig ver afbrokkelen dat hij ook daadwerkelijk naar beneden valt. Als dat gebeurt, dan hebben we tenminste meer dan genoeg ruimte om dit ding kapot te maken. Jij nog wel eventjes wegwezen en jij ook, kutkip. Hoppa. Oh, vallen ze me nou aan of... Hier, wegwezen. Zo, we kunnen natuurlijk ook van het uiteinde hier pakken, alleen ik kan er volgens mij niet goed bij. Kijk, daar valt al een stuk. Des te meer stukken er vallen, des te beter we er straks bij kunnen. En ja, voor nu kunnen we dit wel even gaan oppakken. Waarom ook niet? Er zijn nog niet heel veel materialen in het spel. Maar dat is ook niet echt nodig voor nu. Je hebt meer dan genoeg keuze uit de kleuren en properties van je base. Dus dat is zeker goed gedaan. Wat je dan nog wel hebt is... Ja, het gebrek aan vijanden. Sorry dat ik het zeg, maar er is een chronisch gebrek aan vijanden. Maar het is nog early alpha uiteraard en er komen upgrades. Er komen zeker weten upgrades. De rest ligt nu op de grond, dus laten we hier ook naartoe gaan. Even kijken, waar is alles heen gestort?
Waar is mijn ijzer? Waar is mijn ijzer? Jongens, waar is mijn ijzer? Hier is een deel. Hier is een deeltje, moet ik zeggen. Stel niet echt veel voor. Waar is het andere grote rotsblok dat naar beneden is gedonderd, zeg? Het zou hier ergens moeten zijn. Ga je niet menen dat het verdwenen is of zo? Oh, hier. Zo'n rotsblok en ik mis het gewoon. Extra iron uit en daarna moeten we heel snel weer terug naar onze beest. Want het is alweer bijna nightfall. Dit zal wel echt 10 keer beter gaan met Vortex Drills. Dat garandeer ik jullie. Jullie hoeven niet langer te kijken naar hoe ik heel langzaam een rotsblok uit elkaar trek in komende episodes als ik de Vortex Drills heb geïnstalleerd. Dus dat is sowieso een fantastisch iets. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik dit de hele dag zou moeten doen, zou ik ook een beetje gek worden. Zo, een paar laatste blokjes. Ja hoor. Krijgen we nog wat ironite eruit? Nee, het is op. Het is allemaal op. Hier is nog wat bridgemanite, hebben we voor nu niet nodig. Je kunt altijd op de radar kijken naar dat gele bolletje. Daar is je Eden Kit. En als je bij je Eden Kit bent, dan ben je s'nachts tenminste veilig. Wow, we hebben eventjes een graphic glitch, een framerate issue. Ja, wat kan ik zeggen? Het blijft een alpha game. Ik heb de graphics op ultra. Maar ik heb die graphic glitches heb ik ook op de minimale settings. En dat is voor nu dus eventjes vervelend. Zo, hupsakee. Laten we even kijken naar onze RMD modules. Energy harness, upgrade. Allereerst de vortex drills, unlock. You require these materials. Ik heb genoeg ironite, ik heb niet genoeg protonite. Dus dat is nog eventjes vlug een boompje neerknallen. Even een boompje neerknallen, dan hebben we daar ook genoeg van. Dan kunnen we tenminste de vortex drills upgraden. Daar gaan we. Kijk, ik vind het ook altijd zo mooi, die vliegende eilanden. Dat maakt me heel erg nostalgisch. Ik hoop dat we uiteindelijk naar andere rotsblokken kunnen. Dat we uiteindelijk superjumps krijgen of dat we kunnen vliegen, dat soort dingen. Zo, dit gaat in ieder geval lekker voor nu. We hebben al genoeg protonite, maar ik vind het handig om de hele boom eventjes mee te nemen. Het is net als in Minecraft, ik laat geen halve bomen liggen. Dat is gewoon één ding waar ik in geloof. Ik geloof niet in halve bomen, ik geloof in hele bomen. Zo, kijk eens aan. Nog meer fiber en protonite. Check, check, check. Zo. Hoppakee. En net op tijd voor nightfall. Ja, ik hoop dat jullie er wat van vinden van deze Eden Star Let's Play. Ik heb verschillende mensen ook gesproken. Heel veel mensen zeggen van ja, Ark Survival Evolved is fantastisch. Ben ik met jullie eens, dat is ook fantastisch. Upgrade, check. We hebben nu Vortex Drills, unlock. Oké. Okay. Vortex Drills is unlocked. Protonite en Tunnel, daar komen we wat Tunnel voor tekort. 15 Tunnel moeten we daarvoor hebben en wat extra Protonite. Dan kunnen we ook twee keer zo ver reiken. En dat is zeker niet verkeerd. Extended Energy Straps. Of dit is deze. Hammer Damage is ook een handige. En Energy Drain is ook een fantastische. Die kunnen we dan gebruiken om monsters sneller de das om te doen. Deze kunnen we niet upgraden. Hebben we te weinig Ceruleum voor en te weinig Protonite. En deze Energy Drain, krijg je energy van de target, is niet echt nodig. Extended Energy Straps echter wel. En dan deze erbij. Dat zal een hele goede hand worden. In ieder geval voor nu lijkt het erop dat we veilig zijn. Het is... dat zeg ik. En opeens krijgen we deze melding. Oh, jij mag niet weg. Jij mag weg. Zo, hoppa. Je gooit ze gewoon van het ravijn. Dat is ook het mooie van dat je een base vlakbij een cliff hebt. Je kan ze gewoon van het ravijn gooien. Als ze van de planeet vallen, is het klaar. Het ziet er allemaal goed uit. We hebben nog steeds 100% HP op de meeste onderdelen. We gaan wat extra foundation bouwen. Tunnel en dergelijke respawnen gewoon. Dus ik ga er komen. Volgens mij zie ik daar alweer een tunnel blok. Ik kan er even naartoe kijken. Het is wel giftig gebied, maar vooruit. Is hier alweer tunnel? Ja, hier is alweer tunnel. Kijk. En kijk ook hoe snel we dit nu neerhalen. Dit is letterlijk twee keer zo snel. Dus dat is zeker mooi meegenomen. Tunnel respawnt dus, net als andere materialen. En het is altijd mooi meegenomen om respawnende materialen vlak bij je beest te hebben.
Wow, daar zijn weer twee monsters. Even kijken, wat doen jullie? Zo, en jij mag er achteraan. Hoppakee. We hebben nog geen vliegende monsters hier gehad. Echter. Hallo. Zo. Dat is duidelijk. En de laatste klap, wegwezen. Hij zegt, iedere kid in danger. Oh, daar. Hoppa. Jij mag naar huis. Zag ik nou ook nog een vliegend monster? Ik hoorde net een ontploffing. Die voornamelijk komt van vliegende monsters. Maar de spawner heb ik daar natuurlijk vernietigd, dus dat zal wel meevallen. Ik denk dat dit een vrij veilige omgeving wordt voor een base. Goed, we gaan het zien. Volgende keer gaan we uitbreiden. Ik zeg oeh. Ik zeg oeh. Zo. En nu zeg ik wegwezen. En nu zeg ik wegwezen. En ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV. Oh, dit blijft mooi, hè? Dit blijft fantastisch. Hoppakee. Tot de volgende keer.